Ik had er toch echt één besteld, maar ik heb er twee gekregen. Maar dat is eigenlijk wel heel toepasselijk, want ik ga nu praten met de tweelingzusjes Joyce en Raisa de Haas, die hier vijf jaar geleden hun eigen tonicmerk zijn begonnen, Double Dutch Drinks. Uh, we gaan het hebben over hoe het is om je tonicmerk op te, op te starten en of de brexit een impact heeft gehad op hun bedrijf. Proost! vroeger, voordat de brexit en uh, het referendum erdoor was, zaten wij eigenlijk met onze productie volledig hier in de UK en onze opslag was ook volledig hier in de UK. Maar doordat wij exporteren naar 25 andere landen, hebben wij dat moeten splitsen. Dus wij hebben ons uh, sinds de afgelopen twee jaar eigenlijk voorbereid om onze productie half in de UK te houden voor onze Engelse markt en dan de helft naar Europa te brengen voor onze Europese en uh, overseas markt. En hetzelfde met stockageplaats. We hebben onze warehouse in de UK en we hebben warehouse in Europa. Omdat wij toch zien, Zelfs nu, onze exportlanden hebben terug zin om te ondernemen, willen terug nieuwe contracten sluiten, maar zijn toch wel echt um, redelijk hesitant om met, een, met de Europese en UK transport en douane um, ja, daar eigenlijk mee te maken. Dus daarom dat wij onze warehouse en productie hebben gesplit tussen Europa en de UK. Um, ik denk dat zeker sinds het referendum dat er wel een beetje onzekerheid was en dat mensen... ...iets trager waren bij beslissingen nemen en dat er toch een onzekerheid was om met Engelse bedrijven samen te werken eventueel. Maar sinds dat, um, de Brexit-deal eigenlijk door het parlement is goedgekeurd, hebben wij nog nooit zo'n drukke maand gehad. Januari was eigenlijk onze beste maand um, sinds dat we zijn gestart. Dus we zijn er nu zeker mensen hebben zin om eraan te beginnen... Um, er is echt wel terug een gevoel van het gaat allemaal super positief en uh, business gaat terug gewoon zoals usual. En ik denk dat het nu zeker um, positivisme is en mensen hebben er terug gewoon echt zin in om te gaan beginnen. Waarom eigenlijk Tonic en waarom in Londen? We zijn naar hier gekomen, eigenlijk zeven jaar geleden, om een tweede master te studeren. En ik heb hier mijn thesis geschreven over de hele gin- and tonic hype en tonic-hype. En het feit dat gin super hard aan het boomen waren, maar de keuze van tonic-waters was eigenlijk super gelimiteerd. En we hebben eigenlijk onze thesis geschreven over een nieuw concept tonic-waters, dat meer innovatie had, lager in suikers, uh, meer uh, kleurrijke en flavorvol smaken zoals komkom watermeloen. Um, en daarna heb ik afgestudeerd en een prijs van onze universiteit hier in Londen gekregen voor beste thesis van het jaar. En daarmee eigenlijk um, hiermee opgestart daarna. Hun hebben onze eerste productie uh, eigenlijk geïnvesteerd en een jaar gratis office gekregen van onze universiteit en daardoor eigenlijk hier daarna gebleven. Jullie zijn tweelingzusjes, dat is, uh, dat is heel duidelijk. Um, en jullie maken elkaar zinnen af. Maar hoe heb je dat dan in de bedrijfsvoering uh, georganiseerd? Hoe, hoe, door wie is de CEO en waarom? Het um, is eigenlijk supernatuurlijk gegaan. Ik, kijk, ik, doe, ik ben CEO en doe eigenlijk alles meer uh, aan de sales- en marketingkant. En Joyce doet alles meer met de financiële en operationele kant. En dat is eigenlijk in het begin, zijn wij onze takenverdeling, zo is natuurlijk een beetje meer gegaan. Ik had altijd een iets creatievere um, achtergrond en Joyce is altijd iets meer met nummers geweest. Um, en daardoor eigenlijk, ja, daaraan gebleven. En dat gaat goed? Dat gaat supergoed. Uh, heb je nog tips voor Nederlandse ondernemers die misschien uh, juist nu denken van ik wil, wel, uh, ik wil wel Engeland proberen? Ja, ik denk sowieso Engeland is nog altijd een land die superveel steun geeft aan start-ups en beginnende ondernemers. Ik denk het is een van de landen waar het makkelijkst is om een eigen bedrijf op te starten. Er is extreem veel steun van de overheid met betrekking tot investeringen, nieuwe connecties leggen... Uh, de de overheid is hier echt bezig met hoe dat een start-up zo succesvol mogelijk, zo snel mogelijk kan groeien. En ik denk wat wij zien nu met de brexit, is dat de overheid, omdat ze toch een beetje in een zwakkere positie, daarbij zijn gekomen, dat die nog meer steun geven. Volgen heel hard op waar we steun nodig hebben, waar dat ze kunnen helpen. En ik denk dat verandert alleen maar voor de betere zin voor startende ondernemers.